druk, hè? Maar ik zeg altijd heel druk. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Schattig, gaan we liggen. Ik heb echt heel veel dingen met jullie te bespreken. Er zijn allemaal nieuwe updates. Carletto's showdebuut in Nederland. Dus mijn Italiaanse hengst Carletto. Die gaat zijn showdebuut geven op... Animal Event. Het belangrijkste van deze show vind ik dat hij het leuk vindt. Gelukkig is het best wel een nuchter paard. Hij is niet snel bang of zo. Ik ga de lucht in straks met Carletto. Het is gecostumeerd, de show. Als jullie misschien weten, ontwerp ik mijn eigen aardrijjurken. Dat heb ik ook bij de shows van Superguus vroeger. Heel erg vroeg. Ik ben al naar de markt geweest, de stoffenmarkt. En ik heb al echt een hele gave stof voor Carletto gevonden. En die past ook precies bij zijn kleur. Heel leuk combinatie. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus ik ga weer in een jurk. Ik heb een startkaart aangevraagd bij de KNS. Dat is echt een heel bijzonder moment voor mij. Ali reed met Carletto lichte tour. In Nederland mag hij ook lichte tour starten. Met Tineke Bartels ben ik aan het trainen met Carletto. En ik wil eigenlijk pas starten als ik echt het gevoel heb dat hij, nou ja, dat hij naar de 64-65% kan. En nu zit ik altijd net over de 60%, want ja, Carletto is niet een geboren atleet of zo, zoals hij is geen Jai of zo. Maar hij doet wel echt zijn best en het is gewoon belangrijk dat hij de oefeningen echt heel goed uitvoert en dat hij geen fouten maakt in de proef. Dat we goede scoren ook in Nederland kunnen krijgen. Dus dat is ook echt een leuk project. Ik was vorige maand ook uitgenodigd voor de VIP van Indoor Brabant. Dat was echt zo super gaaf. Daar laat ik nog even een stukje film van zien. Zo, ik ben op Indoor Brabant. Hallo. En ik ben Svenna. En we zijn lekker kleurplaten aan het kleuren. Ja. Eigenlijk heel gek. Ik ga de Indoor Brabant zo. Heel gek. Ja, dat doen we op Indoor Brabant. Ja, dat die sport, dat boeit ons niet. We komen alleen voor. Wij komen voor. Ja, dit is echt... Ladies and gentlemen, all this of welcome to the NVI World Cup Dressage. Oh, mamma mia! Maria Caetano Arcadural. Ah, dit is ook een van mijn favorieten. Dus Emily Scholtens met Apache. Ze hebben een hengst. Ook wel echt een hele gave combinatie. Ook, je ziet ook echt dat ze een band met elkaar hebben. Hij kijkt altijd zo leuk in die Apache. Om er iets meer aan te rekenen. Een heel gaaf paard. Ja, het is heel bijzonder voor mij om hier te zijn. Het is echt heel leuk. 2005 heb ik daar opgetreden met Guus. Dus het was gewoon echt heel bijzonder om dat nou vanaf de VIP-tribune gewoon te zien. Ja, dat blijft toch een van mijn favoriete paardenevenementen in de hele wereld. Dus gewoon Indoor Brabant. En ik ben ook bij de Excellent Dressage Sales geweest. Ik kan de Excellent Dressage Sales echt heel goed volgen, want het is echt letterlijk onder mijn raam van mijn appartement. Voor de eerste keer in de eerste ring op de Excellent Dressage Sales Auction
een freezing rollers die nog een hebben. Deze zwarte parel is een primeur in de excellent massages. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben we zo'n krachtige vries onder de bijen gehad.